Waarom moet je een boom juist water geven met vorst? Wordt er vorst voorspeld? Geef dan de vorstgevoelige bomen, voordat het vriest, flink water. Het water vormt op het moment dat het gaat vriezen een isolerend laagje om de wortels. Hierdoor worden de wortels niet aangetast door de vorst. Veel mensen dekken de bovenkant van de boom af, maar vergeten de wortels. Deze zijn veel belangrijker, omdat ze de voeding naar de bladeren moeten aanvoeren.